Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Nintendopia video. Oftewel, Miitopia met Nintendo characters. En we zijn in een nieuw dorp, we zijn in Nabijland. En we hebben gekozen voor Serena, onze dansende gids. Die is lekker aan het zingen hier, shalalala. Welkom in Nabijland, shalalala. Kom zing met me mee in 1, 2 en shalalala. Volgens mij had ik beter voor Sineke kunnen kiezen. Anyway, we hebben ook Dr. Eggman, de babbelende opa. Hey jongen, wil je het verhaal van deze oude man horen? Nou, natuurlijk jongen. Ons land was er zo slecht aan toe, ongelofelijk. De geest uit de lamp ontwaakte uit zijn slaap en ze noemde hem Boo. Hij ging vreselijk tekeer en heeft iedereen bestolen. Maar toen kwam de wijze, Mr. Iwata. En hij stopte Boo weer terug in zijn lamp en daar komt hij voorlopig niet meer uit. Als je de vorige aflevering hebt gezien, dan weet je wat er is gebeurd met deze geest. Ga die sowieso checken als je nog niet hebt gekeken en doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En stiekem is Dr. Eggman wel een beetje een perf, want die vindt Serena een schatje. Ik loop even door. Ik loop gewoon even door weg van deze rare oude man. En dan vinden we hier Bubbles en Brock. En dat zijn de verdachte handelaren. Meneer, mijn vader is heel erg ziek. En Brock zegt ook, koop een MP-snoepje van ons. Het is maar 500. Ja, dag. Ben je gek. Hij is helemaal niet ziek. Ik ga niet 500 monies uitgeven voor MP-snoepje, hoor. Ben je helemaal betoeterd, Bubbles? Yo, Kirby! De bezorgde reiziger Kirby. Ongelooflijk, zegt Kirby. Buitengewoon vreemd. Ik was er zeker van dat ik het op die plek zou vinden. Kirby was zeker op zoek naar de lamp. Ja. Die lamp die ga je niet vinden. Hey, en dan hebben we hier Scoot en Bella. Het opvliegen. Koppeltje, die allebei staan de stampvoeten hier. En Bella vraagt zich af of Scoot wel heeft gehoord wat Bella zei. En Scoot zegt, laat me gewoon met rust. En Bella zegt, ja, ik zei dat deze geest uit de lamp een echte kwelgeest is. Nou en, wat heb ik daarmee te maken, zegt Scoot. En dat maakt jou toch allemaal niks uit, zegt Bella. En Scoot zegt, hou nou eens op met dat gezeur, joh. Potverdorie. En dan hebben we hier onze... The Caliper, the Caliper. Hallo Jigglypuff. Wat een ramp. De geest uit de lamp heeft ons aangevallen en hij heeft al mijn zuurverdiende goud gestolen. Je ziet eruit als een echte vechtjas. Zou je mijn goud terug willen brengen? Oké, we gaan van de wereld redden naar goud redden blijkbaar. Ja, dat gaan we wel doen. Ik ga me daarvoor inzetten om jouw goud terug te brengen vanuit de woestijn. Oké, Jigglypuff, mazzel. Er staan hier best wel veel Nintendo characters. We zien Mr. Iwata, we zien Professor Oak, maar we zien ook Peach hier zo. Peach, wat doe jij hier dan? Oh, wacht even. Het is Rosalina, die een andere outfit heeft aangetrokken. Juist, ja. Ik vind het heel raar. Ik ga hier weg. Laten we gewoon doorgaan naar Mr. Iwata. Via het moeraspadje. En we zijn nog steeds samen met Epona, met Mario en met Zucker uit Animal Crossing Key. En we mogen een pad gaan kiezen. Ik ga gewoon rechtdoor op mijn doel af naar Mr. Iwata. En Zucker die zegt, het mag hier wel wat spannender. Nou, hier Mario gaat al op zijn bakkes. Vind je dat spannend? Wie helpt Mario een handje? Zucker, ga jij Mario lekker helpen, jongen. Helemaal goed, joh. Nou, kom maar op met die gevechten. Daar gaan we. En we moeten tegen twee hieroglyfies. Een mannenfresco en een vrouwenfresco. Het is natuurlijk een fresco. Het is geen eens een hieroglyfie, joh. Let's go party! Bam! Lekker. De mannenfresco heeft blijkbaar meer HP. En Zucker gaat lekker billen prikken. Ah, wat zit je mij nou mijn bil te prikken, jongen? Wat? Wat een troll. Zucker lanceerde mij een soort van door in mijn bil te prikken. Jongen. Dat kan je niet maken, jongen. Zucker en het paardje zijn een betere matties geworden. Oh, en er is iemand die zich graag bij ons wil aansluiten. Het is Steve. Steve is nogal koppig. En Steve is een kok. Ik ben Steve, een koppige kok. Join the party, Steve. Kom er gezellig bij, jongen. Leuk om kennis met je te maken. Ik ben Steve en jij bent Rikachu. Ja, dat klopt. Geweldig, leuk om kennis met je te maken. Dude, dat zei je toch net ook al, of niet? Je hoeft niet in herhaling te vallen. Steve heeft zich bij ons aangesloten. Noem maar Steve, aangedaan. Hallo, zegt Zucker. Ik kan niet wachten om mee samen te werken, zegt Mario. En trouwens, waar gaan we precies heen? Dat kan Mario ons wel vertellen. Waar we heen moeten, waar moesten we ook alweer heen? Niemand weet eigenlijk waar we naartoe gaan.
Zolang we maar van een leuk avontuur genieten. Alright. Welkom in het team, Steve. En ik vond het wel handig om een kok erbij te hebben. Omdat een kokje natuurlijk ook hield op een gegeven moment. En dat is super fijn. En we gaan naar Mr. Iwata. Meneer Iwata. Jij bent hier ergens toch? En ik maak even een compliment aan Steve. Ik zeg dat hij er geweldig uitziet. Steve vond het natuurlijk een leuk complimentje. Daardoor krijgen we weer een iets betere band. En hier is de eerste battle van Steve tegen Jade Vlinders. Ja, nu had ik eigenlijk ook een dief nodig die gewoon elke vlinder gewoon in één keer aanvalt. Gewoon allemaal tegelijk, zeg maar. Dat zou echt super handig zijn, want nu vallen ze mij de hele tijd aan. Kijk, dit bedoel ik. Steve geeft hem een klap met zijn koekenpan. Let's go, let's go. Ah, ik word weer in mijn bel geprikt. Potverdorie, jongen. Pak ze! Lekker bezig, Mario. Hoppakee, en dat was de laatste. Ik denk dat Steve wel gelijk een leveltje omhoog gaat. Jazeker, hij gaat zelfs gelijk naar level 3. Heel fijn. Zucker gaat ook een leveltje omhoog. En we kunnen weer door. En daar is hij hoor. Onze eindbaas, meneer Iwata. Die zegt toevallig dat ik jou hier zie, jongen. En we beginnen uit te leggen. Want een geest wil het koninkrijk verwoesten, potverdorie. En Iwata die heeft het al door. Die zegt, ja, oh, dus de zegel is verbroken. Dat is erg vervelend. Wacht eens, heb je daar een lamp? Ja, we hebben hier een lamp. En dat is precies de lamp waarnaar Iwata op zoek was. En daarmee moeten we de geest weer gaan vangen. Het is niet zo moeilijk. Je houdt de lamp vast en je spreekt de toverformule uit. De naam van de geest moeten we daarvoor uitspreken. Blijf die herhalen, herhalen, herhalen. Dus dat wordt iets van... Klinkt net als een of andere sirene of zo. Oké, nou, dan gaan we lekker op zoek naar de geest. En dan gaan we lekker zijn naampje uitspreken. En dan gaan we lekker een geestje vangen. Als het zo simpel is. Mario en Rick, die vragen zich af of we ooit de naam van de geest wel hebben geweten. Tuurlijk, jongen. Tuurlijk hebben we dat geweten. Dat weten we toch. Potverdorie, man. Hey, en de relatie tussen Mario en mij verbetert ook weer. Super fijn. En Mario, die wil een ketchupfles als nieuw wapen. Dit is het beste wapen ooit. Kijk dan. Dit is wel zo grappig. Ik blijf het nog steeds een superleuk spel vinden. Check deze training, jongen. Kijk mij trainen samen met Mario. Ook wordt onze vriendschap sterker. Ja, 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 ja. Lekker geworkout, jongens. Lekker bezig. Ik stuur Mario er even lekker op uit met Epona. Zodat hij lekker kan bonden met Epona. Was nog niet echt een hele grote bonding session zo te zien. Dus even kijken of ze het leuker vinden zo op het strand. Oh, wat romantisch. Ja hoor, lekker. Oké, we zijn klaar om door te gaan. Om op zoek te gaan naar het goud van Jigglypuffy. In de doolhof, onder de grond. Jigglypuff, ik kom je goud halen. Mario die zegt, luister naar die echo. Ik schrik me iedere keer wezenloos van elk klein geluidje, zegt Sucker. Wat gebeurt er dan als ik dit doe? Boo! Als je wat doet. Dit is een beetje een anti-climax gesprekkie. Battle tegen Super Gnoompies. Epona is ready en we gaan eerst voor de rode gnoom, want die ziet er sterker uit dan de andere gnoompies. Mario denkt er anders over. Die gaat niet eerst voor de rode gnoom. Ze hebben Zucker en Steve een beetje boos gemaakt, zo te zien. Die beginnen een beetje te ragen hier zo. Mario sloopt ondertussen een ander gnoompie. Lekker bezig, Zucker. De rode gnoom is weg. En ik kan weer op Epona gaan rijden. Om de laatste gnoom te nakken. Bam! The end of the gnomo's. Ondertussen ga ik naar level 5 al. Heerlijk dit. De bonuspuntjes mogen naar Steve toe. En dan gaan we door. Wie vind jij trouwens de tofste character uit deze groep, jongens? Vind je Mario het leukst? Vind je Steve het tofst? Zucker? Ja, of toch gewoon Kat Rikachu? Ik vind Kat Rikachu een beetje gek. Ik weet niet, man. Het voelt een beetje weird of zo. Nieuwe battle! Tegen gele cobra's en rode gnoompo's. Let's go, jongens. Let's go. Pak ze aan. Lekker, Epona. Goed gedaan. De eerste slangcobra is al weg. Terwijl Zucker weer boos wordt. Ik word weer boos. En Mario wordt weer boos. En dat zorgt ervoor dat wij heel veel ongecontroleerd gaan aanvallen volgens mij of zo. Daar, ja, je kan dus niet kiezen wat je wil doen. Dus je doet nu eigenlijk maar wat. Ondertussen zijn we keihard aan het klappen en sloopt hij. Sloopt Mario met zijn ketchupflesje even de ene naar de andere tegenstander. Goed bezig, jongens. Lekker gedaan, Zuckertje. Ja, en gaan er weer een paar level omhoog. Eigenlijk iedereen behalve ikzelf. We gaan wel hard met die levels. Daar ben ik wel blij mee. Let's go, Epona!
We hebben een herberg. We hebben 30 verschillende monsters verslagen in Miitopia. Heel nice. En Zucker wil wel heel graag een nieuwe outfit. En die mag hij hebben van mij, want daar wordt hij flink beter van. Ja, mooi pakje hoor, Zuckertje. Ja, dit staat je fantastisch, jongen. En we vervolgen onze weg hier in deze grot. Het is een aardig lange grot zo te zien. Met behoorlijk wat tegenstand. Dus we moeten tegen fossielen nu. Hoppakee, lekker. Mario is wel sterk hoor. Laten we eerst maar proberen om al die fossielen uit te schakelen. Steve is nog niet zo sterk. Dat is jammer. Steve moet nog even wat dingen gaan leren. Ah, het is wel jammer dat Steve nog niet zo heel sterk is. Misschien gaat het nog komen. Maar ja, Steve moet eigenlijk gewoon zorgen dat we met z'n allen blijven leven. Dat is de taak van Steve. Steve is onze healer. Ah, deze battle gaat wel goed komen zo te zien. Ik heb een nieuwe vaardigheid. Daarmee kan ik de pan van Steve gaan aansteken. Ja, lekker Stevie. Heel nice. Bam! En ook de rode gnoom is voltooid verleden tijd. En Steve is nu ook al gewoon level 5. Steve is gewoon al op ons level, jongen. Die heeft dat even flink snel ingehaald, die gek. Rikketjoe maakt er even een complimentje over de outfit van Zucker. Ja, Zucker ziet er ook wel echt heel high fashion uit op dit moment, hoor. Eerlijk is eerlijk. De volgende battle is tegen Hagendis fossielen. Oh, we worden even flink geholpen door Mario. Wat vet. Mario, die heeft wel lekkere skills, jongen. Die is wel, ja, die is zich wel goed aan het ontwikkelen, die gast. Heerlijk bezig. Kijk, Steve, hoppakee. Helpt ook weer mee. Die heeft nu koppige actie of zo. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Geen idee. Misschien verdedigt hij zichzelf of zo. Lekker gedaan, Zuckertje. En dan moeten we alleen die gele cobra nog even nakken. Het is wel een lekker teampie ook weer, hoor, dit. Ja, het begint nu echt wel wat te worden. Nu we elkaar een beetje gaan helpen. Nu onze banden een beetje beter zijn met elkaar. Ja, dit is echt goed. En vooral Mario ben ik wel heel blij mee. Ik denk dat Mario op dit moment mijn favoriete character is uit dit team. Nogmaals, laat het weten wie jouw favoriete character is in dit team. Iemand die roept mij. dit is de postbode Eget. Jou hebben we lang niet meer gezien, gast. Jeetje, ik was jou helemaal vergeten, joh. Ja, we hadden professor Eget inderdaad gemaakt uit Luigi's Mansion. En die komt dus even een briefje brengen. Nou, bedankt, vriend. Een brief van Peach. En die stuurt ons wat uit de enorme voedselvoorraad van koning Snorlax. Een HP-banaantje. Dankjewel. Dat was best wel random. Hey, en we hebben 250 mensen gered. En daardoor krijgen we weer meer HP-strooisel. Super fijn. En zo gaat het echt de goede kant op allemaal, jongens. En terwijl we in de herberg zijn, stuur ik Zucker en Steve even op een karaokeavondje. Ja, daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Kijk, ja, Steve voelt zich sexy, jongen. Dit is sexy Steve, gek. En ze gaan samen. Ja, la, lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Dikke disco-vibes hier zo. En ondertussen zijn we bijna aangekomen bij Boer, zo te zien. Dus die gaan we pakken in de volgende aflevering, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!